Dat was bijzonder en mooi. Wat is de kwestie? Goed nieuws. De grootste collectie bladmuziek van Nederland die gaat digitaal. Want de muziekbibliotheek van de Omroep die heeft onlangs een digitaal loket, online loket geopend. En daarmee is nu voor iedereen toegankelijk een eeuw aan bladmuziek met pop, met jazz en met natuurlijk heel veel klassieke muziek en ook een aantal onsterfelijke tv-tunes. En om te beginnen even een kleine compilatie van een aantal fragmenten waarvan de bladmuziek in die collectie ligt. Het symfonieorkest zit in A9. En de Ramblers in A2. Dat is een goede tune. Ja. Hoe is eigenlijk die collectie ontstaan? Nou, vanaf het begin van de omroep in Nederland, hè, radio en televisie, hebben er talloze ensembles en componisten muziek gemaakt voor de omroep, muziek gespeeld. En die is allemaal bewaard gebleven. Dat zijn dus de voorlopers ook van het Radio Philharmonisch Orkest, van het Metropoolorkest. Dat zijn vaak handgeschreven partituren. En die liggen allemaal in de kelders daar in Hilversum. En dat gaat in totaal om 5 kilometer bladmuziek. Dus ik heb daar, je kunt echt verdwalen in die kelder. Maar het zijn allemaal hele bijzondere stukken waarvan er vaak maar 1 exemplaar is. En soms is het ook nooit eens opgenomen. Dus kortom, bijzonder dat het bewaard is. Nog beter als dat ook gedeeld en gespeeld kan worden. En dat is dus de reden dat ze digitaal opgenomen worden? Ja, dat gaat dus, ze gaan gescand worden. Het wordt gedigitaliseerd. En komt dan op een nieuwe website. Die heet muziekschatten.nl. En dat vind ik een heugelijk feit, want ik vind dat die muziek moet voor iedereen toegankelijk zijn. En daarom dacht ik, laat ons vandaag een paar van die muziekschatten hier presenteren. Ja, vertel, welke heb je? Nou, ik heb er een paar topstukken meegenomen, maar dan doe ik wel even handschoentjes aan, zodat ik niet met mijn vieze vette vingers de boel bevel. Je zag net al die prachtige jeugdserie Floris. Ja. Daar heb ik natuurlijk als naamgenoot... Ben je er echt naar vernoemd? Ik moet mijn ouders nog vragen. Ik geloof dat het wel meegespeeld heeft. Er is overigens na 1970 een piek in het aantal mensen die Floris genoemd zijn. Dus dat zal hiermee te maken hebben. Kijk, Paul, dit vind ik echt bijzonder. Dit is het origineel, het manuscript, de partituur van het thema van die serie. Gecomponeerd door Julius Stefano. Dat was een pseudoniem van Jan Stoekaert. 25 november 1968 opgenomen. Dan maak ik hem even open en dan zie je daar de hele partituur. Met pen, met potlood. Het is ontzettend slordig geschreven, dus het is bijna niet meer te lezen. Maar dit is echt het origineel. Ja, een topstuk. Vind ik een topstuk. Ook kom ik veel tegen. Jouw familie, die liggen daar ook allemaal. Nou ja, niet. Kijk, dus, een grappige foto. Hier zie je, dat is een neef van mij, Louis Andriessen. Zijn vader is een oom van mij, Hendrik Andriessen. En uiterst rechts zie je Juriaan Andriessen, was ook een neef van mij. En alleen Louis van die trio leeft nog. Ja, en leeft ook voort in dat archief. Want ik heb hier een stukje Au clair de la lune. Frans liedje, arrangement Louis Andriessen. Ja. Later heeft natuurlijk allemaal avant-garde muziek geschreven. Ja. Maar als twintiger hele nederige arrangementjes. Hartstikke leuk. Dat vind ik bijzonder. En ook de misschien nu minder bekend zijn oudere broer Juriaan. Ja, was een geweldig goede componist. En had als voor of tegen, net van welke kant je uit bekijkt, dat hij heel veel lichte muziek heeft geschreven ook. En die zijn toen door het Metropoolorkest en alles gespeeld. Zodat ik kan begrijpen dat er veel muziek van Juriaan ligt. Ja. Die overigens een veel beter handschrift had. Dan Louis. Nou ja, vooral dan de componist van Floris. Het ziet er keurig uit. Genoeg over mijn familie. Mike. Ja. Wat zou jij nou het liefst opzoeken? Ik moest natuurlijk meteen denken aan Tony Eijk. Want daar ben ik groot fan van. Die heeft onwaarschijnlijk veel tv-tunes gemaakt. Van Babylonië, van Boggle, van de 1-2-3-show, de Ted de Braak-show, de Rudy Karel-show. Noem het maar op. En natuurlijk ook Studio Sport, hè? Het swingt als een tiet natuurlijk.
Maar ook cabareteske parodieën, samen met Van Cote en de Bie. Het wijnjaar nul, wou ik even in herinnering roepen. Hoe gaat dat? Als je weten wil wie Jezus was, denk dan even aan een simpel glas. En natuurlijk, ik heb weer ballen in mijn buik. Hè? Ook een hele bekende. De tegenpartij heeft hij ook gemaakt. En wat hij ook heel goed kon, en hij leeft trouwens nog hoor. Dus waarschijnlijk kan hij het nog steeds. Is ouderwets orkestreren. Echt zo'n orkestpartij neerzetten. En ik heb hier de bladmuziek van de tune van de Zevensprong. En dat is zo leuk, want hij gebruikt het liedje, het aloude volksliedje van de Zevensprong. Gebruikt hij hierin. Hè? Heb je wel gehoord van de Zeven, de Zeven. Hier komen de horns voorbij. En dan komt nog een keer. En dan gaan even later komen de violen erbij. Dan maakt hij er echt een soort klassiek werkje van. Ik vind het schitterende muziek. En het leuke van Tony Eijk is dat hij altijd te begrijpen is. Hoe ingewikkeld of hoe makkelijk hij het ook maakt, het is altijd voor leken te begrijpen en te bevatten en te volgen. Even luisteren hoe dat thema in volle glorie geklonken heeft. Dat is schitterend. Ja, dat is jeugdsentiment, ja, behoorlijk jeugdsentiment. Intussen, denk ik, wordt die boel gedigitaliseerd. Maar het aanbod blijft komen, want er wordt nog steeds muziek gespeeld. Ja, dat wordt dweilen met de kraan open. Ja, zou je zeggen. Er komt nog steeds veel bij. Daarom heb ik ook iets meegenomen wat een recente toevoeging is. Maar wat mij betreft nu al de beste toevoeging van de 21ste eeuw. In Unison, een werk van Joey Raukens, jonge Nederlandse componist. Echt, voor wie hem nog niet kent, ga op zoek naar zijn muziek. Dit is een pianoconcert voor twee piano's. Ging 3 weken geleden in première. Ja. Gespeeld door Arthur en Lucas Jussen. Jij was er geloof ik bij. Ik was het geweldigste. Ik hoorde het op de radio. Ik vond het zo verschrikkelijk mooi. En het is spannend tegelijk. Nou, dit klonk in de zaterdagmatinee, ligt dus ook in de bibliotheek. En dit gaan ze over 100 jaar, ook met handschoentjes aan, gaan ze dit doorbladeren. Ja. En dan is het in de bibliotheek en wordt gedigitaliseerd. En ligt ook digitaal, muziekschatten.nl. Daar kun je lid worden van de bibliotheek voor 2 tientjes per jaar. En kun je ook schatten graven door het archief. Dankjewel, Floris.